De coöperatie Zondagse Markt, de nieuwe grond en omgeving, Café Zomag, wil haar dienstverlening naar de gemeenschap verbeteren. Voorzitter Ramlachman zegt dat het allemaal gaat om de mensen van gemak dienen. Café Zomag moet meer gezien worden als een bedrijf dat inspeelt op de behoeften van de gemeenschap. Daarom zijn er diverse plannen opgesteld. Wij zijn nu bezig een ijsmachine te installeren. De bedoeling is dat we onze kip-visproducten al op een hogere standaard gaan brengen. In de toekomst willen we die hal, die vis-kiphal, ook airconditioneren. We hebben al eigenlijk al voorziening getroffen. De plafond is al bijna nagenoeg klaar. Het is isolatieplafond. Natuurlijk met de COVID ga je dat even onthold zetten. Wij hebben in de Grondbosringweg ook een stuk terrein aangeschaft die we daar willen gebruiken voor het opzetten van een voedselverwerking. Tegelijkertijd gaan we samen met de overheid en in dit geval met name het ministerie van LVV gaan werken naar certificering van een minimaal 20-tal verbouwers. De bedoeling is dat we hun producten dan gaan verwerken en wij gaan dan op zoek samen met de overheid naar afzetmogelijkheden. En wat ik elke keer van de mensen begrijp, ik had de voorzitter van de exporteursvereniging ook hier, er is genoeg ruimte om te exporteren. We moeten de quotum halen en we moeten voldoen aan de standaarden. Daarna willen we op het nieuw stuk terrein ook nog een grotere parkeerplaats opzetten. Omdat dat een van de uitdagingen is die we al jaren mee te maken hebben. En we denken dat in 2021 dat probleem eigenlijk tot het verleden zal behoren. De markt beschikt reeds over enkele units en een SWM in incassokantoor. Lachman zegt verder dat er al jaren plannen zijn om ook te voorzien in een incassokantoor van EBS. Echter is dat nog steeds niet gelukt. Helaas ben ik heel teleurgesteld dat de incasso in kantoor van EBS nog niet is, alhoewel we 2 jaar eigenlijk vragen. En wij doen meer dan 10.000 klanten van SWM per maand, dus het zou meer dan billig moeten zijn. Ook als je kijkt, elke keer als de mensen komen, vragen daarnaar. Het is een stuk plaats waar mensen bij elkaar komen en het zou dan heel goed zijn als de mensen dan ook andere accommodaties zouden kunnen hebben waar ze hun all-in-one shop zoveel mogelijk zouden kunnen doen. We hebben ook een ATM, toch? Dus wij bieden meer aan dan eigenlijk een normale markt. We zijn eigenlijk een businessbedrijf gaan worden die ervoor zorgt dat we inspelen op de behoeften van de gemeenschap. Ramlachman, voorzitter van Café Zomag. Hij zegt dat de markt blijft werken aan verbeteringen.